Doctor et emergo. Ik worstel en ik kom boven. Paul van den Driessen, schrijver, historicus, bruggeling, woordvoerder, journalist, analist, hoofdredacteur, bestuurslid Cercle Brugge en politicus en. We overzomeren een dagje in Kokzijde met een man die als jongetje droomde van pen en papier, van voetbal en van helikopters. Goedemorgen. Dag Dries. Dag Paul. Welkom in Kokzijde. Dank je, dank je. Nog. Gelukkig heb je een gaatje gevonden in uw drukke agenda. Maar voor zoiets maak ik tijd. Hè. Moet even, de binnenlandse politiek moet even wachten. En de koning ook, want ik moet belangrijke zaken doen. Oké, voilà. Zeg, die politieke loopbaan van u, die journalistieke loopbaan, soms is dat heel onduidelijk. Wat was er eerst? Heel in het begin... was er God en hij zag dat alles goed was. Nee. Ja, ja. Heel in het begin. Ik ben begonnen als jong vorser, historicus, bij Hugo Schildt van de Volksunie. Dan voor hem gewerkt voor het Weekblad van de Volksunie en gemeenteraadslid geworden in Brugge in de vroege jaren 80. Ja. Dan 7 jaar politiek journalist voor de Standaard, dan 5 jaar hoofdredacteur van het Nieuwsblad. En dan... overgestapt een paar maanden naar het kabinet van Luc van den Bossen. Die ook vroeg voor woordvoerder te worden. Ja. Maar kort daarop toch terug in de journalistiek en naar de televisiejournalistiek. Dus van de schrijvende pers, naar tv-pers, naar VTM. Ja. Een jaar of 6, 7 politiek hoofdredacteur dan geweest. En dan terug naar de politiek. En zelfs hoofdredacteur bij Royalty. Zit er een koningsgezinde man in u? Nee, wel in tegendeel. Ik ben een republikein. Maar je weet, als je kritisch staat tegenover het onderwerp dat je moet behandelen, maakt dat de zaak soms mooier. Dus ja. Dat gedaan, Goedele, hoofdredacteur geweest, Polspoel en de Smet, het politieke programma. Maar goed, dan in 2007 gevraagd door Yves Le Terme en Jo van Deurzen en ook Bart Wever, want het was een kartelpartij, ja, herinner u zich, van wil je bij ons op de lijst komen? En gezegd, ja, ik volg het nu eigenlijk meer dan 20 jaar. Als toeschouwer, ja. Nu wil ik zelf eens in de arena gaan staan. Ja. Dat dan gedaan, 2,5 jaar senator geweest. Als journalist en politicus, als ervaringsdeskundige. Een vraag, komt het nog goed met dit land? Ik heb er niet veel hoop op. We moeten natuurlijk zien hoe het de komende dagen loopt. Maar ik zie toch maar de stellingen al maar harder worden. Dus het zal echt van formateur Di Rupo afhangen hoe hij slaagt nu... mogelijk een brugfiguur te zijn. Ja. Maar wat ik de voorbije maanden, om het voorbije jaar, gezien heb... heb ik het eigenlijk alleen maar zien verslechteren. Zijn de standpunten verder uit elkaar komen te liggen. De Vlaamse tegen de Franstaligen. En het links-rechts is er nog eens bijgekomen. Dus ik ben niet echt hoopvol, nee. Oké. Journalistiek, was dat een jeugddroom? Schrijven zat er echt wel in. Plus nieuwsgierigheid. Overal mijn neus insteken en het willen weten hoe het komt. En proberen willen ook een rol spelen in de samenleving. Nog een jeugddroom, heb ik mij laten vertellen, is ooit eens een seeking van heel dichtbij zien. Ja. Ze hebben als hoofdopdracht eigenlijk mensen redden. Mensen redden, ja. Dat is de 100 van de zee. Ja. En ook vaak bij verdwijningen vlak in, buiten de zee en zo. Dus ook op het vasteland. Dus ik vind dat fenomenaal. Maar het is de romantiek natuurlijk ook die mij daarin speelt. En alles wat met vliegen te maken heeft mij altijd gefascineerd. Namelijk dat kan. Dat spel weegt 5000 kilogram. Hè? Ja. Dat door die schroef te draaien, dat gaat van de grond. Ja, voilà. En dat vlieg weg. En dat is toch een mirakel. En nog 2 keer een slordige 80 kilo erbij. Dat moet gaan. Dat moet lukken. Kom, let's go. Plus is dan voel. Er zit meer in jou. Thank you.
zijn airborne. En? Fenomenaal, hè? Allee, en, toch wel een jongensdroom die nu echt wordt. Dus met een Sea King mogen meevliegen. Wetend wat die mensen anders doen. Behalve trainen, vooral mensen redden. En dat hier meemaken, dat is ook nog echt vliegen. Hè. Het schudden beeft en het maakt vreselijk veel lawaai. Maar hangt heel laag over de zee. En net over de kust en over het mooie Oost-Duinkerke. En Kokzijde. Nee, dit is kicken, ja. Ik heb zelfs gekregen dat ze vandaag ook een aantal oefeningen gaan doen met Winsje en dat wij erbij mogen zijn. Dus, ik laat u genieten van deze vlucht. Dus we gaan eens even iemand zien op en neer gaan. Echt zoals in de reeks ooit. Ja, dat is wel helemaal een kick geven, hè. Nee, bedankt alvast. Geniet ervan. Fascinatie voor helikopters en vliegen? Ja, als kleine jongen aan de hand van mijn vader naar de airshow komen kijken, altijd naar vliegtuigen, grote, kleine, maar zeker die helikopters, omdat dit nog echt vliegen is. En ik raak daardoor echt in een soort extase bijna, van wauw. En dat ik dat nu mag meemaken en ook kan zien hoe zij iemand op een schip gaan winchen, droppen en terug omhoog. Ja, dat had ik nooit kunnen dromen, maar inderdaad, het is een kinderdroom. Volgende week, 6 en 7 juli. Ja, ik zou dus iedereen aanraden, jong of oud, om toch naar die airshow te komen kijken in de week 6 en 7 juli. Het is ook een avondtoestand te beleven. Dus het is echt wel de moeite voor iemand die een beetje nog in vervoering kan geraken van vliegtuigen. Maar vooral van die helikopters die inderdaad niet zijn gemaakt om pleziervluchtjes uit te voeren, maar echt om mensen te helpen in grote nood. En daardoor doe ik ook heel erg mijn hoed af en zeg ik chapeau voor die mensen, want het vecht werkt, ik heb het daar juist gezien, een uiterste concentratie om daar heel precies boven te gaan hangen, windstoten op te kunnen vangen blijkbaar, en toch maar mensen van in moeilijke situaties te kunnen redden. Koorden zocht heren de vogeltjes schuffelen. Voilà, Paul. Ik denk niet dat dit het begin was van een internationale carrière. Nee, niet echt. Ik denk dat ik geen transfer krijg naar mijn eigen ploeg. Nee. Ik zal aan de kant blijven staan. Want dat is ook nog zo'n liefde van u. Een passie, hè? Een passie. Voetbal is emotie. Ja. En Cercle is daar nog eens een passie erbij. Ook van kleins af, want je krijgt dat mee via de familie. Met de familie naar het voetbal gaan met vader. Ja. En verliefd worden op die ploeg. En leg dat nu een keer uit, zo voor mensen die niet van Brugge zijn. Wat is dat toch met dat Cercle en dat club? Wel, het loopt dwars door de stad heen, zou ik bijna zeggen. Alle families, alle verenigingen, alle winkels zijn ofwel Cercle ofwel club of gemixt. Ja. Je hebt dus in families waar de breuklijn tussen de twee loopt. Hè, waar er één broer die verkeerd loopt en bij de ene ploeg is. Bij club in dat geval natuurlijk. Ja, ja. En de andere bij Cercle. Dat loopt overal. Alleen is het grote voordeel dat dit nooit tot agressie leidt of vechtpartijen. Over Brugge gesproken, er wordt in bepaalde wandelgangen gefluisterd dat er
een kandidatuur komt voor het burgemeesterschap? Op dit ogenblik, Dries, ben ik een gelukkig journalist. En ik hou ongelooflijk van mijn stad. En ik zal u niet verbergen. Eigenlijk was in mijn carrièreplanning ooit, ik ga naar de politiek, ik word senator of kamerlid. En dat is de opstap om misschien ooit burgemeester van de mooiste stad van Vlaanderen te worden. Dit is niet zo gelopen. Op dit ogenblik ben ik zeer gelukkig als journalist. Maar om op uw volgende vraag al te antwoorden. Politiek is zoals de liefde. Jamais en toujours, dat bestaat eigenlijk niet. Omdat jij nu al weet dat ik ging vragen onder welke vlag ja. Dit zou gebeuren. Onder dit ogenblik werk ik onder één vlag, dat is VTM-vlag. En auteur van misdaadboeken. Ja. En daar ga ik het nu een beetje bij houden. De boeken die je schrijft, komen daar vervolgen op? Een boek schrijven is iets zeer intensief. Ik ben ook nog een beetje forser aan de universiteit en ik had wel wat wetenschappelijke werken geschreven. Maar sinds een paar jaar heb ik me nu op thrillers toegespitst. Ja. Die eerste moord in de Senaat is dus behoorlijk onthaald, maar er is hier geen hout. Die tweede, Mysterie in Laken, is echt in alle kranten en weekbladen knak, heeft het ongelooflijk geprezen. Ja. En ja, nu is het vertrokken, is het de zomer van het spannende boek, ligt het bij de geselecteerden. Ik mag echt, het is vierde druk, maar ik zou bijna cynisch zeggen, om terug een boek te schrijven moet ik terug werkloos worden en dat wil ik niet. Maar ik hoor het, zelfs tijdens een sabbatical blijf jij toch een beetje workaholic. Ja, ik kan... Is er nog ruimte voor het genieten? Ja. Ik ben een Bourgondier, ik eet graag, ik drink graag. Ik heb een paar goede vriendinnen en vrienden. Ik reis bijzonder veel en graag. Ik heb de wereld kunnen zien door de job als journalist en politicus. Ja. En ik heb enorme reisplannen nog. Ik wil nog een paar keer naar het Verre Oosten terug. Ik wil stukken zien van de wereld dat ik nog niet gezien heb. Dus ja, maar zo gewoon, behalve in de vakantie, zo straks op een Grieks eiland op mijn luie krent liggen, dat doe ik wel graag. Maar maanden, nee, dat zou niet gaan. Paul, mag ik u van harte bedanken voor dit gedreven verhaal van een gedreven man. Dank, het was. Bedankt voor de kans die ik kreeg en vooral dat jullie geholpen hebben. Het is bijna make a wish, hè? Ja. Dat jullie geholpen hebben. Mijn jeugdroom, het zal blijvend in mijn geheugen natrillen, vliegen met een seeking en die operaties zien. Ja. En Kokzijde, Oostduinkerken, lekker eten, sympathieke mensen, toffe crew. Het was leuk. Fantastisch, dankjewel. Dankjewel, Dries. Zaterdag 2 juli overspoelen tal van BV's Kokzijde tijdens de VTM-dag Zaterdag aan Zee. De hele dag zijn er activiteiten voor iedereen. 'S Avonds sluiten de idoolfinalisten af met een liveshow. Dinsdagavond 5 juli luidt een uniek concert voor het Kokzijdse gemeentehuis de hoogdagen van onze luchtmacht in. De Kokzijde International Airshow op 6 en 7 juli viert dit jaar de 65ste verjaardag van de Belgische luchtmacht, met bijzondere aandacht voor 50 jaar Heli Search and Rescue, 40 jaar Alouette 3 en 35 jaar Seeking. Unieke oude toestellen zoals de Spitfire en de Starfighter zullen de rijke geschiedenis illustreren. Ook komen uitzonderlijke buitenlandse demonstratieteams voor het eerst naar Europa. Woensdag 6 juli is er zelfs een avondspektakel. Deze tweedaagse is de gelegenheid om de luchtvaart van dichtbij te leren kennen. Meer info bij Toerisme Kokzijde Oostduinkerken op het nummer 058 51 2910 of op kokzijde.be.